Op zaterdag 17 december organiseert het Vocantenkoor uit Neer een kerstconcert tezamen met het mannenkoor Maas en Neergalm en de Ray Stemmingsingers uit Weert. Aanvang 8 uur en het vindt plaats in gemeenschapshuis De Haarmijker aan de Hoofdstraat in Neer. Op zondag 18 december is er in Theater La Rochelle Roggel weer een nieuwe editie van De Bel van Krienske. Het belooft een internationale bel te worden met gasten uit België, de USA en de Heibloem. Op zondag 18 december geeft mannenkoor De Ludalzangers uit Heidhuizen met medewerking van muzici uit onze buurlanden een concert in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Aanvang 2 uur. Ook op zondag 18 december vindt er een kerstconcert plaats in de Sint-Stefanuskerk te Heel. Met het koor Cante Lirico, sopraan Sonja Veenstra en pianist Leon Dijkstra. Aanvang 3 uur. Onder het motto Kerst met een knipoog verzorgt de zanggroep Bien Geraapt op zondag 22 december een gezellige middag vocaal plezier in de Bombardon de Heidhuizen. Aanvang is 2:30 en de zaal is open vanaf 2 uur. Zo'n 60 kinderen uit Roermond doen dit seizoen weer mee met de Kinja Musical, een productie van de Stadsvastenavondvereniging Den Uyl. De Kinja Musical is een voorstelling van voor en door kinderen met toneel, zang en dans. En normaal gesproken jaarlijks op het toneel van theaterhotel De Orangerie, maar omdat ze aan het verbouwen zijn, is er dit jaar iets speciaals. De Kinja Musical Film. De film is voor de hele familie. Opa's, oma's, iedereen is van harte welkom. De voorstellingen zijn op 11 en 12 februari in het Royal Theater, de Oude Bioscoop aan de Hamstraat in Roermond. Beide dagen begint de voorstelling om 1 uur. De tweede voorstelling is om 4 uur. In Museum B in Weert is tot en met zondag 16 april een duo-tentoonstelling van fotograaf Rob Morees en kunstenaars Martin en Inge Riebeek. De tentoonstelling heet Telling Stories en toont verhalen van en over mensen overal vandaan.